De Goudhaantjes wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. Nee, ik ga dat echt niet doen. Ik ga dat absoluut niet doen. Absoluut niet. Nee, het is echt mijn grootste nachtmerrie. Het is een veelgestelde vraag in gezelschap. Wat zou je doen als je de loterij wint? Ik ben Daan Boom en samen met mijn goede vrienden Jasper Demolin en Tobias Kamman mogen wij niet alleen antwoorden op deze vraag, maar is de Vriendenloterij zo lief geweest om ons de kans te geven dit aan den lijve te ondervinden? Zo kunnen wij voor jullie onderzoeken wat te doen met een miljoen. En daarom zijn wij de Goudhaantjes. Ja. Oh. Jongens, laatste aflevering. Ja. Ik ga graaien. Ik wil dit seizoen ook eentje. Nou, ik kan wel raden wie dit is. Ik zie het lees spiritueel. Ja! Nou, gefeliciteerd, maar een spirituele reis? Ja! Ik kan niet. Je hebt ook al iets, geen zin. Als ik de loterij zou winnen, dan zou ik jullie meenemen op mooie reizen naar mooie landen, maar ook naar het diep van binnen. Oh, mag ik even kotsen? Ja. Dus daarom gaan we dat nu ook doen. Laten we het dan gewoon lekker op de Veluwe doen. Ja, niet te ver. Ik wil die ceremonie krijgen van iemand die dat generatie op generatie geleerd heeft. Dan in Duitsland. Het meest authentiek. Nee, ergens in de Amazone of ergens aan de andere kant van de wereld natuurlijk. Dus wederom is het gewoon zo dat Jasper heeft gewonnen. Het is gewoon mijn wens, jongens. Ik beloof het. Het gaat goed voor je zijn en achteraf zul je de waarde ervan inzien. Nou, let's go. Het is dat de laatste aflevering is. We hebben afgesproken voor het Kunstmuseum Den Haag. Maar er ontbreekt een zeker persoon. Hij is er niet, maar hij heeft een boodschap voor ons. Ja, ja, daar moet je niet mee doen. Ah, mi hombres. Hey, het zit zo. Ik ben alvast even naar Mexico om vooronderzoek te doen. Jongen. Maar jullie gaan ook even wat voorbereiding doen. Want jullie zijn nu bij het Kunstmuseum Den Haag. En daar is een hele bijzondere spirituele tentoonstelling. En ik heb nog een leuke spirituele verrassing voor jullie. Naar pisventje. Ja, ik vind wel dat hij deze operatie listig heeft uitgevoerd. Ja, ligt weer in zijn vieze zongebruine zwijnenbuikje op een stretcher in de zon. Hij maakt zich met een Jantje van Leiden vanaf. Ja. Gelukkig is het bezoek aan het museum geen straf voor Toby en mij. En kunnen we met de Vriendenloterij VIP-kaart naar binnen. Jasper heeft ons hierheen gestuurd. Wij moesten van hem vooronderzoek doen. Okay. Die 19e eeuw was eigenlijk een periode waarin het veel meer ging om spiritualiteit. In die verschuiving zie je dat mensen heel erg loskomen van religie en veel meer op zoek gaan naar spirituele invulling van het leven. Voor Mondriaan heel belangrijk was dat je zo'n boom opdeelde, maar tegelijkertijd die achterliggende alles verbindt. Waarschijnlijk is dat ook hetgene waar Jasper mee bezig is. Dat vraag ik mij wel af. Hij is vooral spiritueel om in de broekjes van de vrouwen te komen. Maar hij heeft de tentoonstelling nog niet gezien. Ja, maar hij is hier gewoon niet geweest. Maar hij is wel zeer welkom natuurlijk. Hij heeft ons gewoon hierheen gestuurd. Maar desalniettemin genieten Toby en ik met volle teugen van deze prachtige expositie. We nemen afscheid en worden begeleid naar onze volgende spirituele verrassing. Welkom. Dankjewel. Wij weten eigenlijk niks. Dit zijn allemaal tarotkaarten. Ja, ik vind dit eng. Ik ben wel ook ergens wel benieuwd. Er liggen grootse dingen op mij te wachten. En ik vind dat fijn om het dan een keertje bevestigd te zien in een paar kaarten, ja. Oei. Als eerst wat ik zie en wat ik voel bij jou. Ik ben altijd wel bezig. Emotioneel gezien zijn er ook heel veel stukken die ook afbrokkelen om zo weer verder te kunnen. Dat is redelijk treffend. Ja. Maar weet wel dat die zoektocht uiteindelijk leidt naar iets positiefs. Ik heb het gevoel dat ik deze kaartlegging ga winnen. Nee, het is niet zozeer een wedstrijd. Oké, okay, dan ben ik nu aan de beurt. Ja. Als eerst wat ik voel bij jou is soms dat je gevangen zit in je eigen lichaam. Hard werken. Maar wanneer komt die ontspanning? Zwaarder. Jij kan best wel mensen om je heen hebben die jaloers op je zijn of die vijandig naar je kunnen zijn. Je hebt ook een wens, iets creëren. Rapper worden. Dat zijn denk ik ook die zwaarden, de boze tongen die het hem niet gunnen. Wat ik voel is eigenlijk meer van je mag meer je authentieke zelf zijn. Dat zeggen de comments ook op YouTube. Ja. Want je laat jezelf af en toe wel een beetje tegenhouden in al die negativiteit. Ja, ik vind het ook wel treffend op heel veel vlakken. Weer ook wel heel erg vanuit mijn hart te spreken. Je mag jezelf inderdaad gewoon laten zien, ja. Ik mag er ook gewoon zijn. Ja, ik mag er ook gewoon zijn. Ik denk dat het misschien fijn is om te weten of Jaspers motieven om ons hier uit te nodigen altruïstisch zijn. Dus dat hij het doet voor ons. Of dat hij het eigenlijk doet om zichzelf te profileren als een soort van hele gave guru. En dat het hem gewoon geen donder uitmaakt wat wij hier uithalen. Misschien dat de kaarten dat mijn vermoeden kunnen bevestigen. Oké, okay, nou eigenlijk is Jasper zelf heel erg bezig met zichzelf, dus echt... Ja, dat klopt. Ja. Nou, de kaarten hebben het echt zo erg treffend. Nou, ik bedoelde meer...
rode kaarten hebben we nog nooit zo bij het rechte eind gehad. Toch heb ik het idee dat hij doet het wel met een juiste motief, omdat hij hart heeft voor jullie. Ja, dat geloof ik ook wel eigenlijk. Heel erg bedankt. Dankjewel. Ja. Glijdt helemaal van me af. Ja? Minder werken. Zo'n 24 uur later arriveren ook Toby en ik in Mexico. Ik wurg die kleine smerige vegan als we hier voor iets naartoe zijn gekomen wat ook gewoon in Nederland had gekund. Het moet wel echt iets speciaals in Mexico zijn, want anders ga ik pang. Ik heb echt een reis gehad. Maar ik voel me een dankbaar mens. Ja, och, ik ben ik laat de spiritualiteit dankbaar. En de vrede laat ik omhoog komen. Geen spiritualiteit is ver te zoeken op dit moment bij mij. Ik ben bloedchagrijnig. Nadat we zo'n half uur in de taxi zitten en de omgeving verandert, beginnen we ons steeds meer af te vragen wat Jeppe precies voor ons heeft uitgezocht. Schuurtjes en wat onkruid, meneer met de vuilnisfiets. Ik heb wel eens in deftigere straten geslapen. Waar is die, dat vieze kleine vegan mormel? Ik heb dus altijd last van reizenfieber. Daarom zei ik, Veluwe is voor mij ook helemaal prima. Ik vind het ook heel irritant dat we hen de leiding hierin hebben gegeven. Ik wil wel één afspraak. We zijn nu eigenlijk weer alleen maar aan het zeiken, maar we gaan er wel open in. Nee, ik ben op dit moment een oester. Ik heb 17 uur in zo'n stoeltje gezeten, daarna een stuip op het lijf gejaagd en die scheidcorrupte tering door. Hoe kun je dit nou maken tegenover de mensen? Maar ik hoef dit niet. Ik ook niet. Ik zit gewoon te denken aan mensen die keihard aan het werken zijn in een kantoor. Ik zou heel graag een kantoorbaan hebben op dit moment. Koffie drinken, een beetje leuten. Met je collega's, even op Facebook kijken een paar keer. En dan kreeg je een andere nutteloze vergadering. Heerlijk. Ah, maar dit ziet er goed uit. Eerlijk is eerlijk, Toby. Nou, dit is prima. Oh. Hallo. Dat is eigenlijk best fraai. Goeiedag, schotel. Hallo. Buenos dias, queridos amigos. Welkom, Casa Noia. Oh, welkom, ik ga weg. Ik ga weg. Ik gun hem dit moment niet eens. Alsjeblieft. Buenos dias. Hallo. Ja, leid jij hier tegenwoordig een drugskartel? Wat ben je aan het doen? Ik woon hier. Nee. Dit is mijn huis. Wat is dit? Kom even binnen, jongen. Waarom ben je zo boos? Ik heb er nu geen zin in. Ik ben helemaal bloedchagrijnig. Waarom? Waarom? Want die kutreis en die kutdouane. Waarom heb je een trui om? We zijn in Mexico. Omdat het koud was in het vliegtuig. Nou, leid ons even rond. Hier hebben we een prachtige zitplek. Ik vind het wel echt een vet huis, man. Het is toch een sick huis, een chagrijnige bek. Kan je vertellen, de meeste huizen in Mexico zien er niet zo uit, Toby. Ja, het is prachtig. Wil jullie het zwembad zien, jongens? Hier wordt gekookt. Ons. Nou, nee. Mooi, hoor. Kijk eens. Is dat even lekker of niet? Er is echt Rick Velder op. Kijk naar die hondjes. Maar ik vind wel dat jullie elkaar een knuffel moeten geven. Want nu hangt er een nare spanning. Nu, doe het nou maar, dan ben je er vanaf. Nou, dit is niet één knuffel. Hij maakt er nu misbruik van. Niet nu zo wordt het weer hij heeft een Ik wil wel dat jij uit die walgelijke rol stapt. Voordat jij van die trap afkwam, heb jij 3 uur naar jezelf in de spiegel staan kijken... terwijl je een beetje een bobbel in je broek had. Hij kwam met een bobbel in zijn broek de trap af. Jetlag of niet, we zijn maar een paar dagen in Mexico... en dus nemen we de taxi naar het centrum van Oaxaca. Welkom. Jasper, hou alsjeblieft je bek. Je bent er 1 dag eerder en je doet alsof je hier woont. Ik ben hier al geweest. Ja, gisteren. Nee. Dit is het bruisende stadscentrum van Oaxaca. Oaxaca. Je kan het niet eens uitspreken. Oaxaca. Oaxaca. Het is geen Chinees. Oaxaca. Wat zijn we aan het doen? Neem de kijker even mee. Klopt wat Tobias zegt. Maar noem dan eens wat dingen op die je hier dan al zoal kan proeven. Wat dacht je van molen? Waar bestaat molen uit? Waar maak ik? Ja, ik heb me een beetje ingelezen in deze week. Nou elkaar gooien en dan als jij doet alsof jij hier een local... Als je, nou, Matthijs, wij worden met z'n tweeën af en toe echt moe, hè? Wat gaan we doen? Dat kan ik nog niet helemaal loslaten, want ik wil dat een beetje als verrassing bewaren. Omdat Tobias dat zo fijn hou vindt. Hou ik niet van. Ik weet het ook nog niet. Nou, gaan we wat eten? Ik heb honger. Je hebt hier een mevrouw. Gaat hij toch weer overnemen. Ja, vertel. En zij is een legende hier. En wij kunnen daar eten. Ja, er is op een markt, de grootste markt hier van Oaxaca. Oaxaca. Ga het maar met z'n tweeën even aan de fixen vragen. Yes. Is het Oaxaca of Oaxaca? Oaxaca. Wa. Nee, maar niet Oa. Wa. Oaxaca. Wa. Wa. Hoor je? Oh, hadza. Nou, ik heb het niet gehoord. En? Wie had er gelijk? Ik had gelijk. Ja, eerlijk. Iedereen zegt het anders hier. Nou, oké, we gaan eten. Even kijken waar de ingang is. Is het hier? We moeten dus eigenlijk op zoek naar het voedselstuk, dus ik weet niet. Nou, neem ons mee, Chris Segers. Dan moet je mee Jeppet zijn. We komen zo'n beetje alles aan voedsel tegen wat je maar kan bedenken. Van een stierentong tot een complete maag, hart of lever. Maar de echte streetfoodgodin Doña Vale is nergens te bekennen. Ja. Doña Vale. Ja. 20 minutes walking. But it should be in this market, right?
Hij had zich zo goed ingelezen. Ja, de verkeerde markt. En dus verplaatsen we ons naar de volgende markt. Alles om deze legende waar Toby indirect voor in het vliegtuig is gestapt te kunnen vinden. Zo, Chris Segers. Zijn jullie hier uitgestapt? Ja, het is echt zieke chaos deze markt. Kom op, Mieperts. Terwijl Jeppe en ik oogtekort komen door de chaos waar we in beland zijn, is Toby niet meer te stoppen. Oh, hier staat ze. Hallo. Is dit er? Dit is er. Toby is een soort... Ja, ik ben nu helemaal starstruck. Het lijkt, ondanks dat het Jeppe's aflevering is, dat de zoveelste culinaire droom voor Tobias in vervulling gaat. Tenminste... It's finished now, because they close the club. Waarom ben je dit dan? Echt? We hadden we toch vroeg moeten gaan. Ja, ik zei het al dat we er vroeg naartoe moesten, ja. Maar nee, dan hadden we weer andere plannen. Dit is mij nu door de neus geworden. You want to sell a little bit of the sauce? Yes, yes. Zij heeft haar beroemde saus, mag ik toch even proeven. Deze vrouw is echt een beroemdheid. Waarom is zij zo bijzonder? Want zij was heel vroeg haar man eigenlijk zat. En toen dacht ze, weet je, ik ga bij jou werken. Ik heb helemaal geen zin om, je bent van een luie lul. Ja, op straat gaan wonen met haar dochtertje. Toen uiteindelijk is ze maar om geld te verdienen, maar gaan koken. De mensen vonden het zo lekker. Maar het is eigenlijk een heel mooi feministisch succesverhaal. En ze kan heel goed koken. Inmiddels is de aardige mevrouw toch nog de complete tortillas met haar beroemde chilisaus aan het maken. En schuiven we aan om deze Mexicaanse specialiteit te verorberen. Wauw, volle smaak van de mais met dan dat hartige spicy van die saus. En je hebt nog een klein beetje kaas erbij, dus ik zit te spinnen van genot. Nadat goudhaantje Toby nog even met zijn idool op de foto is geweest, kunnen we door met de inmiddels culinaire reis van Tobias. Ik wil een beetje gingembre. Gingembre. Maar waarom moet je gemberen? Ja, voor mijn keel. Maakt niet uit aan welke kant op de wereld die is. Hij wil altijd gemberen. Heb je geld of niet? Nee, dat heb jij. Gloeiende. Het is echt alsof we ons zoontje mee hebben. Geef hem alsjeblieft wat zakgeld. Ik ben helemaal gek van die jongen. We gaan nu naar een andere markt waar nog meer eten is. Ik dacht wel een spirituele reis ging maken. Maar prima, dan maken we weer een kookaflevering. We hebben nog geen mole gegeten en we hebben nog geen krekeltaco's gegeten. Ik neem jullie mee om jullie een pleziertje te doen. Nee, je doet me er geen plezier mee. Dat weet je nu al. Dit is een beetje een soort van galgenmaal voor mij. Dus laat mij hier al even van genieten. Nou, ik wil ook wel lekker sappie eigenlijk. Zullen we door met waar we hiervoor zijn? Door met waar we hiervoor zijn. Hoorde je dat? Helaas is de mole niet helemaal naar verwachting. En kunnen we gelukkig snel weer door. Hartstikke idee. We hebben nog een druk programma. Wat gaan we doen? We gaan naar een restaurantje. Oh, we gaan eten. Ja. Maar voordat we weer bij het volgende restaurant aanschuiven, heb ik zelf ook nog een wens in het kader van nu we hier toch zijn. Ik voel mezelf gewoon een hele vieze toerist. Ik ga het liefst op in de menigte. Even dat we op zijn minst een hoed... Kijk, die meneer daar. Zo'n hoed. Zo'n hoed. Nog een keer de markt op dan maar. Op zoek naar cowboyhoeden. Waar we ongeveer ieder soort hoed in iedere kleur en maat passen wat er te vinden is met het volgende resultaat. Hey. Yes. Zijn we nou locals of niet? Maar ben jij onderweg naar Saint-Tropez om met je vriendin een witte wijn te drinken? Of niet? Ben jij onderweg naar Sensation White, ouwe viezerik? Alleen Jeppe ziet er nog wel overtuigend uit. Maar ik ben ook een local. Ja, hij is al één dag in. Ga er niet zo mee om. Zeg gewoon een keer dankjewel. We sluiten de dag af in, je raadt het nooit, een restaurantje die onze culinaire reisgids Toby voor de verandering heeft uitgekozen. En proosten op een enerverende eerste dag in Oaxaca. De volgende dag is het eindelijk echt tijd voor het spirituele programma van onze goeroe Jep. Nou Jasper, vertel. Waarvoor hebben we net een uur in de auto gezeten? We zijn op een plek die Eber ons getipt heeft. Eber is van de villa. Ja, geef hem de schuld maar. Hij zei dus dat hier een plek is waar echt duizenden kolibries tezamenkomen. En dat is een soort spiritueel vogeltje in Mexico. Is de vogel zelf spiritueel? Nou, de vogel... is in de buurt van mensen die dat goede mensen zijn. Zeg maar. Nou, vandaar dat ik er geen zie. Ja. Nou, Jasper, waar zijn ze? Ja, ik weet het niet. We moeten even vragen. Dit is gewoon een wegrestaurant. Misschien, we come to see the colibris. Oh, er komt de volgende. Yeah, can we see the birds? Zou hier duizenden colibris in? Ik had er ook meer van verwacht, ja. Kijk, daar is er één. Daar is er één. Nou, daar is er één. Kijk, kunstmatig suikerwater. Het is ook helemaal niet de natuur, dit. Betekent dit dat wij gewoon in een soort van tourist trap zijn getrapt? Zo voelt het wel. Oké, zullen we gaan? Ik heb nu een hele leuke verrassing voor jullie. Iets unieks. Ben ik met Eddie Wally op reis, of wat? Ik wil nog niet te veel verklappen wat het is, maar er is maar één van op de wereld. We gaan gewoon maar mee. Het kan niet tegenvallen na deze verschrikkelijke deceptie. Toby en ik zijn natuurlijk razend benieuwd waar Jeppe ons nu weer mee naartoe heeft genomen. Del Árbol del Tul, de dikste boom ter wereld.
De dikste boom ter wereld. Ze hebben hele delen van het regenwoud nog nooit gezien. Waarom moet je nou alles weer kapot maken? Ja, omdat ik het als deze niet mensen geloof. Nou trots zijn omdat ze de dikste boom ter wereld hebben, dan ja, mag dat toch? Nou, let's go. Ik ben benieuwd. Dus die moeten we ook nog betalen om een dikke boom te bekijken. Je moet niet zo boos worden op dingen die andere mensen wel leuk vinden. Kijk hoe mooi het hier is onderhouden. Daar wil ik best een euro voor betalen. Kijk dan, jongens. Wat een boom, joh. Holy shit. Maar eerlijk, Toby, dit is toch wel heel sick. Nee, als ik er langs rij zou ik ook niet omkijken. Hij ziet het weer als een competitie. Wie heeft het vetste uitgezocht? Hoe oud is de boom, Jasper? Tussen de 2.000 en 3.000 jaar oud. Dat vind ik dan wel weer leuk. Kom, we gaan even naar binnen. Ik wil even aanzitten. Wij volgen jou, Jasper. Grootheid. No? Matthijs, kom even hier. Maar we hebben de... Nu zie je dus perfecte frustratie van BN'ers in het buitenland. Nee, we hebben camera's. Nee, dat zeg ik niet. Ik denk, probeer het gewoon. Schuif die vrouw even wat geld toe. Want er staan hier gewoon mensen te zuipen naast de boom. Misschien kan ze het regelen. Gaat hij bij de fixer, gaat hij het nu alsnog proberen? Oh, kijk, we hebben een vertaling. No access today. Tomorrow is the tree's birthday. And they are decorating it. Only people from the town. Tomorrow entry is free. Jongens, hij is morgen jarig. Ja, je komt met oud nieuws. Hoe weten jullie dit? Ik voel dat soort dingen. Echt? Mijn achternaam is Boom. Doe dit. Ik tune in. Ik krijg door. Hij is morgen jarig. Ik wil hem wel even aanraken. Hier kun je hem aanraken. Rennen. Het hekje staat nu open. Rand die boom maar lekker aan, Jasper. Die boom kan geen kant op. Maar zullen we morgen terugkomen als hij jarig? Luister eventjes. Hoe kun je exact weten wanneer de boom jarig is, maar verder een schatting moet doen hoe oud hij is tussen de 2.000 en 3.000 jaar? Je zit er dus zo ongeveer 1.000 jaar naast. Oh, maar je kan mensen wel precies weten welke dag hij jarig is. Dat klopt niet, hè? Nou ja, Sinterklaas weet toch ook niet hoe oud het precies is. Maar die bestaat niet. We laten even een rondje omheen lopen, jongens. Het duurt namelijk precies een minuut om er omheen te lopen. Hè? En we gaan. Kijk nou, jongen. Ik vind het wel prachtig. Ik wil even een foto. Waar is mijn analoge camera? Je krijgt hem er gewoon niet helemaal op. Ja, dat hoor ik wel vaker. Ja, maar ja, je ziet gewoon een soort bruine vlek. Zie je. Ja, dat hoor ik wel vaker. We gaan even een leuk fotootje maken. Ik ga niet ook zo staan als ik. Ik heb nog meer voor jullie in petto. Och, maak me gek. Oké, cowboys. Oh. Ik heb speciaal voor jou, als verrassing, een mezcalproeverij. Is mezcal? Is een soort tequila? Nee. Elke tequila is een mezcal, maar niet elke mezcal is een tequila. Sorry, kun je die zin nog één keer halen? Prachtig. Echt een tegeltje. Ja. Elke... Het had mij heel leuk geleken om naar een klein lokaal makertje te gaan, maar ik zie hier de godvergeten touringcar alweer voorbij rijden. Nou ja, moet ik eerst even de fixer geven. Dan is het weer de schuld van de fixer. Jezus. Mijn god, het is altijd als het hem uitkomt, heeft hij het zelf gegeven. Nog heel iets anders belangrijks. Morgen hebben wij ons spirituele avontuur en daar ga je de spijt van krijgen als je te veel gedronken hebt. Waarom? Oh ja? Wat gaan we nou doen morgen? Ja, dit is een verrassing. Oh. Met een leuk cowboytje. Kom met op de foto. Dan lijk ik ineens heel lang. Ga jij het hem uitleggen? Staat hij hier eigenlijk? Is hij onze gids of zo? Can I make a picture with you? Yes. Nou, dit is toch echt te gênant voor woorden. Hij gebruikt gewoon de hele wereld om zichzelf een platform te hijsen. En deze man blijkt inderdaad onze gids te zijn. En dus volgen we hem voor de rondleiding door de mezcalstokerij. Nice hat. Zijn cowboys onder elkaar nu, hè? Ja. Jij bent meer een stylist uit Amsterdam. Toby's vermoeden dat het om een wel heel erg toeristische trekpleister gaat, lijkt niet geheel onterecht en is daarom weer teleurgesteld. Althans, tot het laatste hoofdstuk dan. Nou, wie heeft de taste? Zo, Tobias deed een hele treurige poging het proces te versnellen. Ik vind het een hele lieve meneer, maar dit hou ik niet vol. Stel maar een vraag. Now we're going to taste. Oké, yes. Wou jij verfilmen? It was in the barrel for 6 months with the worm. Is hij alive? No. Hij leek even alsof hij bewoog. Ja, het is een alcoholworm. Hij begint hier nu ook uit te lachen, van deze guy. We volgen Jeppe's eerdere wijze raad op en houden het bij 1 mezcal. Met de worm wel te verstaan. Oh, dat voelt zo vies. Klein piemeltje voelt het. Hij pakt zijn camera erbij en denkt, dit is te lachen. Vegan die een worm gaat eten. Fantastisch. Hij knapt ook als een soort pukkel. Ja, best lekker. Het is beter dan tequila. Yeah, thanks a lot. Thank you. Bye. Hou op. Goedemorgen. Heb je lekker geslapen, kandidaat? Nee, natuurlijk niet. Ik heb een zieke jetlag, gek. Fijn om te horen dat je goed geslapen hebt, Toby. Ja. Vandaag
is de grote dag. Ik heb er heel veel zin in. Nou, wat gaan we doen? Nou ja, ik wilde het eigenlijk nog verrassing laten tot we daar waren. Maar ja, controlfreak heeft natuurlijk over dingen zitten opzoeken. Die echt waar? Weten oh, hoe die dat is. Vind ik kinderachtig. Ja. Ik heb alleen gekeken waar Zweethut vandaan komt. En dat komt gelukkig uit Noord-Amerika. Nou, dat is mijn grootste nachtmerrie. Kijk, we gaan vandaag een Temazcal-ceremonie doen. Is dat mezcal? Nee, is geen mezcal. Het is inderdaad een Zweethut-ceremonie. Ja, dat ga ik niet doen. Dat is echt mijn grootste angst. Maar waarom? Nee. Maar wat is dit dan? En dat is een soort van hut, wat dan de sauna is. En je moet er uren in blijven zitten. Het is een soort van doodsangst. Nee, ik ga dat echt niet doen. Ik ga dat absoluut niet doen. Absoluut niet. Nee, het is echt mijn grootste nachtmerrie. Dit doen die mensen om zich op mentaal, fysiek, emotioneel en spiritueel level te reinigen. En je gaat je echt daarna fucking goed voelen, dat beloof ik je. Even terug in de baarmoeder van moeder aarde, zo noemen ze dat, die hut waar je in gaat. Het is een emotionele en fysieke detox. Ja, ik merk ernstige weerstand bij Tobias. Ja. Ga echt nog liever bungee jump of skydive. Dat ga ik nooit doen, maar dat doe ik serieus liever dan dit. Ja, maar ik snap het. Ik vind dit ook niet prettig. Je hebt het al wel eens gedaan. Jij drinkt ook iedere dag weer een wijntje. Na één dag wijn drinken. Ik word daar blij van. Ja, dit is het is niet dat ik dat glas wijn tegen heug en meug zit drinken. Oh, dan krijg ik het niet door mijn strop. Maar na dit glas voel ik me lekker. Nee, het is gewoon dat ik het voor mijn lol drink. We gaan daar gewoon heen en we gaan stap voor stap bekijken of je dit wel of niet doet. Maar als ik in paniek raak, ga ik eruit. Ja, precies. Lekker een kwartiertje eruit. Ja, lafaard. Ja, dan ben ik maar een lafaard. Nee, in ieder geval wel een overlevende lafaard. Je gaat dit wel overleven. Het voelt alsof je leven verbrandt, maar je verbrandt niet echt. Oh, het voelt alsof je leeft, maar je verbrandt niet echt. Nee. Zeg dat dan. Jezus Christus. Is dit vreselijk? Of Toby de Temazcal ingaat, is dus nog maar de vraag. Maar kort samengevat komt deze spiritual experience neer op een reinigingsritueel voor lichaam en geest. Een eeuwenoude traditie die stamt uit de tijd van de Maya's. Bij aankomst staat de uiterst vriendelijke Julio, tevens de leider van de ceremonie, ons buiten op te wachten en leidt ons naar de plek waar het allemaal gaat gebeuren. Zijn vrouw Raquel neemt het eerste deel van de ceremonie voor haar rekening. We mogen zelf een kruidenboeketje samenstellen wat we dan meenemen in de Temazcal. Wat je mee wil nemen in het graf. Dat kan ons dan weer helpen. In het hiernamaals. Een beetje alsof je voor je eigen begrafenis je grafboeket mag samenstellen. Hè, wat je op je buik hebt liggen. Hey, Tobias, je gaat nu niet weer de boel een beetje... Ik heb bijna een CT, man. Voor me a bit more rosemary. And also the nice one. Oh, yes. Eerst even de boel kapot maken hier. En daarna a bit more rosemary. We have some instruments. Please choose. Hier is het. Tobias wel flink nodig. Dat ze al mijn angsten uit mijn hart moesten halen, zei ze. Nou, daar zitten er nogal wat. Voordat we ons omkleden om de Temazcal in te gaan, moeten we nog toestemming vragen door het kosmische pad te bewandelen, door in iedere richting met onze instrument te spelen. Wat zit jij te lachen? Al mijn boxershort aan. Ik heb één zwembroek mee en ik wist niet of we in de modder moesten gaan liggen. Dus ik heb een boxershort en die kan ik daarna weggooien. Ik ben echt trots op je dat je dit doet. Ja, dat je het gebaar niet doet. Ja, maar het is dat deze... helemaal mooi wel met je rammelaar ja, maar in je ik hand. Vind de intenties van deze mensen in tegenstelling tot die van jou wel goed. Je zou me nog in dat vuur douwen als je vond dat een spiritueel hielp. Ja. Jij niet iets subtielers aan kunnen trekken. Ja, het haalt maar helemaal uit mijn spirituele mood dit. Ja. Fluoriserende zwembroek van jou. So are we gonna get in. Oké, jongens, gaan we. Oh, mijn telefoon. De Temazcal wordt voor de eerste keer opgestookt met de gloeiend hete stenen die op het vuur lagen. Zodra er genoeg gloeiend hete stenen in de Temazcal liggen, gaat het deurtje dicht en dan gaat het pas echt beginnen. To the earth, thanks. To the fire, to the water. Can you breathe? Everyone is okay. For now it's okay. Maar Tobias is niet de enige die het zwaar heeft. Want door het vele vocht wat er op de stenen gaat, is het al bijna niet meer uit te houden. De tweede ronde is een tandje heftiger. De Temazcal wordt weer flink opgestookt en voor erbij een hete kop helende kruidenthee. Wat hopelijk voor wat ontspanning en kracht kan zorgen. Ik ben bang voor wat komen gaat, maar voor nu is het prima. Het komt echt goed. So in this opportunity we are going to use a bunch of herbs. I'm going to show you your hair, your head, your arms. How do you feel with your arms? Getting really hot, yes. Yeah. So now try to turn back to the fire. I'm going to put some steam in your
spine, okay? 50 graden maar reet. Put your feet. Yes, take the last. One, two, three, four. Ik vind het toch wel een bit gedoe dat ik dacht even, maar het is wel echt nice. Hoe kan je dit nou nice vinden? Rijden met jezelf, toch? Hoe heerlijk is dat? Ik sta doodsangst eruit en mijn hart zit echt in mijn keel. Toby besluit wat advies bij de ervaren Raquel te vragen, omdat hij anders niet weet of hij het wel vol gaat houden. Is it just surviving? That's the idea, to take you out of there. You know, you cannot think. So I'm going to ask you to breathe and then when you are making the I want you to take your thoughts out, okay? That is called the jaguar breathing. I pass you this medicine with love. Ben je een klein beetje rustgesteld door wat zij zei? Nou, het helpt wel, want als ik gewoon moet loslaten, als dat de opdracht is, dan heb ik in ieder geval iets om aan te werken. Door de vele stenen die aangevoerd worden, lijkt de derde ronde weer een stapje heftiger te gaan worden. Dat zijn wel even genoeg stenen. We halen nogmaals de Jaguar in ons naar boven om al onze zorgen naar buiten te blazen. Maar waar het bij de eerste fase voornamelijk Toby was die stuk ging, begin ik het nu ook behoorlijk zwaar te krijgen. Oh, Matteo, wat is het tering warm hier. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat dit ergens goed voor is. Je gelooft niet dat ze wat zegt dat al je toxins eruit komen. Nee. Het staat ook echt heel ver van me af. In ieder geval voor mezelf uithalen wat er uit te halen valt. We doen alle drie ons best en zelfs onze eigen goeroe heeft het behoorlijk zwaar in deze laatste fase. We gooien werkelijk alles eruit, maar dit vraagt dan ook extreem veel van ons in deze gevoelsmatige hele lange 5 minuten op hoge temperatuur in een donkere ruimte. Oh, Matteo. Het was wel een ervaring, mijn gute. Zo blij dat ik hier vanaf ben, dat je echt doodsangst uitgestaan. Ik vond het wel een bijzondere gewaarwording. Ken ik je wel? Nou, de Tobias vraagt dus uit zichzelf, mag ik je een knuffel geven? Dan hebben we toch godverdomme iets goed gedaan hier nu. Is je loterijgeld goed besteed aan een spirituele reis naar Mexico? Een georganiseerde chaos is hier. En dat maakt het uiteindelijk een heel vet land voor mij. De eetcultuur is echt wel mindblowing. Dankjewel, Tobias, voor je culinaire tour. Ik ben niet per se heel spiritueel ingesteld. Maar het kan geen kwaad. Dus als je er voor open staat en je haalt die dingen eruit die voor jou belangrijk zijn, dan is het iets heel moois. Dan de zweethut. Kan ik zeggen dat het mijn leven heeft verrijkt? Nee. Weet je nog niet, nee, hè? Nee, ja. Dit ligt zo ver buiten mijn comfortzone. Het bladeren aan het slaan en aan het zingen. Al met al is je loterijgeld goed besteed aan een spirituele reis naar Mexico. Ja. Ja. Als je zoveel geld hebt, dan maakt het toch even kijken. Ja. Voor mij was het misschien bijna een religieuze ervaring om bij Doña Vale te mogen eten. Dat reis om te eten. En dat vond ik echt heel waardevol aan deze reis. De stad ook. Dan vandaag het spirituele gedeelte. Nou ja, waarom ik dus uiteindelijk die zweethut heb gedaan. Dat deze mensen zo vriendelijk overkwamen, vertrouwde ik ze. Heeft het mijn leven veranderd? Wat Daan zei, baat het niet, dan schaadt het niet. Dus al met al een spirituele reis. Ja, voor mij is spiritualiteit lekker eten. Maar ja, maak die reis wel, want dit is een prachtig land. Nee, ik ben allereerst super trots op jullie jongens dat jullie dit zijn aangegaan. Ook Toby, terwijl je zo'n angst had deze ochtend. Ja, doe dit niet! Ja. Toch gedaan, ja. Ik vind Mexico een prachtig land. Die mensen zijn super lief. Ik heb zelf heel veel bewondering voor dit soort mensen die dus tradities van hun voorouders hebben meegekregen. Zo. Dit als eerste doen als ik de loterij zou winnen. Met mijn vrienden. Dat vind ik. Ja, jongens, dit gaat onze vriend. Flink in de buidel gast als je mij nog een keer mee. Gaat onze vriendschap nog meer versterken, weet ik zeker. Vond je dit een leuke video? Druk dan even op het duimpje. Vergeet ook niet te reageren in de comments, want dit is de laatste aflevering. Ja, dus vind je dat er een nieuw seizoen moet komen? Laat het dan vooral eventjes weten. En dan hopelijk tot het volgende seizoen van de Goudhaantjes. Hasta la luego. Even een knuffeltje, jongens. Oh, Matteo. Oh, Matteo. De Goudhaantjes wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij.